Hallo, ik ben Anna van Terug naar Eden en dit filmpje gaat over de tuin. Het rondje tuin in de maand juni. Laat ik zien hoe het eruit ziet deze maand. Ik sta hier bij de zuidgevel, waar ik de maïs en de klimbonen en de tomaten neergezet had. Nou, op zich gaat het redelijk, maar ik denk dat ik wel, als alles eruit is, hier een strook grond eruit gaat halen en een betere grond in gaat doen. Nou, de druif is het ook gaan doen. Ik heb hier nog iets interessants. Dat is een tweedejaars ui. Die staat in het zaad. Dan krijg je zo'n hele mooie bol. En die vinden hommels ook leuk om te bezoeken. Dan sta ik hier bij de kruidenspiraal. Sommige dingen die ik gezaaid heb, die zijn denk ik door de slakken opgegeten. Maar ik heb hier bijvoorbeeld citroenmelisse, wat wel opkomt. Nou, verder is alles natuurlijk ook groter gegroeid. Hier ook de dropplant. Na een aantal keer zaaien is dat uiteindelijk ook gekiemd. Ik heb een nieuwe plant. Lavas, of wel bekend als magieplant. Heb ik geprobeerd uit zaad, maar dat wilde helemaal niet. Dus uiteindelijk denk ik, ik koop toch een plant erbij. Dat is deze, want de peterselie zit ervoor. Ik heb ook kamille erin gezet. En hier staat ook nog een bos citroenmelisse wat ook opkomt. En hier staat een heel klein beetje basilicum. Ja, dat vinden slakken ook heerlijk. Dus het valt niet mee om dat uit zaad omhoog te kweken. Nou, verder zijn de frambozen nog rijp. Ik heb al een gedeelte ervan geplukt. Hier hangt er nog eentje. Het is natuurlijk niet zo heel veel, omdat het maar kleine struikjes nog zijn. Maar tegenover ons huis, schuin tegenover ons huis, staan ook allemaal frambozen. Daar doet niemand wat mee. Dan pluk ik dagelijks zo'n 1,5 kilo af op dit moment. Maar hier staan we bij de bak waar ik de sla in had zitten. Hier staan nog wat bakjes. Wat binnenkort er allemaal nog in moet. Er staan nog wat klimbonen, kardoen. Dat is trouwens ook een plant waarvan gezegd wordt dat je kan gebruiken om melk te laten stremmen. Nou, mijn worteltjes komen hierop. Het is hier een mooie losse grond, omdat ik deze grond heb aangebracht. Er staat nog één krop ijsla tussen, de rest heb ik allemaal al opgegeten. Nou, de blauwe besjes komen er ook al aan. En hier nog een trosje. Nou, we hebben hier zicht op de aalbessenstruiken. Ik heb verschillende rassen die op verschillende seizoenen, verschillende tijdstippen rijpen. Dit zijn de zwarte, die beginnen nu te rijpen. De rode die waren al iets verder. Nou, inmiddels is ook duidelijk wat voor plant ik uit de slootkant had gestoken. Het is ook maar goed dat ik hem uit de slootkant heb gestoken. Nu kun je heel duidelijk zien dat het vingerhoedskruis is. En dat is ook giftig. Dus maar goed dat ik het weggehaald heb. Want dat is voor de lammen natuurlijk ook niet goed als ze dan daartussen lopen. Nou, hier heeft de hedra de overhand. Dat is mijn bodembedekking. Volgens de principes van permacultuur. Hier mag dat ook zijn gang gaan. Hier staat nog een Japanse wijnbes. Dan verderop staat de kruising framboos-braam. Ik heb inmiddels ook smeerwortelplanten gevonden. Dus die staan hier ook al tussenin. En ik heb ook nog havikskruid gevonden. Staat er ook tussenin. Die kan ik straks wel even laten zien op een andere plek in de tuin. Dus de aardappelen komen hier ook al een beetje tussendoor. Gaat niet heel geweldig. Maar ik had ze hier over. Dus wat hier opkomt is alleen maar extra. Nou, in de warme bak, daar heb ik niet heel veel meer staan. Er staan nog een paar laatste radijsjes. Ik heb er een komkommer in gezet. Want de komkommer die doet het wel goed bij warme omstandigheden. Dus die mag hier blijven staan.
En de rest gaat tijdens de zomer er wel uit. En dan straks als herfst wordt, dan gaat er weer een nieuwe groep beplanting in. Dit is de andere kant van de eetbare bosstuin. Nou, daar staan de etten. Die gaan hartstikke goed. Ze zijn helemaal al tot bovenin de stokken geklommen. Ook het ossetong, wat ik eerst voor smeerwortel had aangezien. Ik vind het echt een leuke plant. Trekt ook insecten aan, zoals jullie kunnen zien. Hier zit ook weer een hommel. De sieruien, die ik in verband met de schimmelwerkende wering bij de fruitbomen geplant heb. Die zitten ook in knop. Die gaan straks dus ook een mooie bloem maken. Nou, en hier op de greppel die ik hier gegraven heb, daar heb ik ook van allerlei bloemen gezaaid. Hier staat een calendula. Hier staat een salie. Nou, het is hier net een jungletuin als je zo'n beetje op je hurken zit. Nou, hier kun je al de peulen zien hangen. Waar straks de etjes in gaan ontwikkelen. Dan lopen we even naar de aardbeien. Dat ziet er zo uit. Er zitten ook wel aardbeien aan. Hier rijpen er al een aantal. Nog een aantal bosaardbeidjes uitgestoken bij mijn werk. Bosaardbeidjes zijn hele kleine aardbeidjes, maar de smaak is veel intenser als een grote aardbei. Dus ik vind ze wel de moeite waard om in de tuin erbij te hebben. Nou, dit zijn de aardappels die opgekomen zijn. Ik heb aardappels van verschillende rassen. Die zijn in verschillende momenten ook klaar om geoogst te worden. Vroege en wat midden en wat latere rassen. Nou, deze die staan in bloei. Vind ik ook hartstikke leuk om te zien. Al die verschillende kleuren, al die verschillende bloemen. Ook die wordt hier bezocht door een soort zweefvliegje. Hier sta ik ook bij de blauwschokkerskapucijn. Die bloemetjes vind ik ook heel erg leuk. En de peulen zijn nog interessant, want die zijn diep paars van kleur. Kijk. Dus ik vind ze ook, ze zijn ook lekker die kapucijnen, maar ook zeker qua sierwaarde in de moestuin ook heel leuk om er tussenin te hebben. En dan draai ik even naar deze kant. Hier heb ik wat rode bieten staan. Wat ik gezaaid heb is helemaal niet goed opgekomen, dus ik heb nog planten uitgestoken bij mijn werk vandaan. En in eerste instantie krijgt dat best wel een tik. Ook omdat de omstandigheden waarin ik ze overgepoten heb eigenlijk ook niet optimaal geweest zijn. Het werd precies toch nog een zonnige dag in plaats van een bewolkte dag. Maar in eerste instantie ligt het dan allemaal plat. Dan denk je, nou, dat komt niet meer goed. En nu zie je toch dat het zich weer opricht. Er zit wel hier en daar bruin blad aan. Maar die planten die gaan toch weer hun best doen om de rode biet te gaan aanmaken. Mijn man heeft nog twee bakjes die ik kan verplaatsen voor mij erbij gemaakt. Nou, na een aantal keer zaaien en uiteindelijk maar een nieuw pakje spergiebonen begint nu eindelijk hier ook mijn stamslaboontjes te kiemen. Er moet nog een heel vak beplant worden met stamslaboontjes. En in het andere bakje, dat doen de pompoenen het best wel goed. Het heeft ook best een tijd geduurd voordat dat uiteindelijk wilde kiemen. Uit een heel zakje biologisch zaad maar één pompoen die wilde kiemen. Dus ook dat heb ik weer overnieuw gedaan en de zaad eerst een tijdje op water laten weken. Nou, die twee struiken die ik voor snijbiet heb aangezien, dat blijkt dus achteraf twee struiken witlof geweest te zijn, die doorgeschoten zijn. En dan krijg je dus die prachtige blauwe bloemen.
En ja, er zijn meer dingen met de verhuizing door elkaar terechtgekomen. Denk je dat je iets hebt gezaaid of een plant hebt meegenomen wat in eerste instantie op elkaar lijkt en dan is het uiteindelijk iets heel anders. En wat ik hier gezaaid heb, dat zat dus ook in het zakje van snijbiet. Dus nu is maar de vraag als groter wordt of dat het nou daadwerkelijk snijbiet is of dat dit dus de witlof wordt. We zullen het afwachten. Want snijbiet in bloei heeft een andere bloeiwijze. Dat lijkt op die van de rode biet. Die heb ik voor in de bak staan. Die zal ik even laten zien hoe dat eruit ziet. Nou, de rucola heb ik ook niet vol kunnen eten. Vind ik ook geen probleem. Dan schiet het door en ook dat gaat dan weer bloemen maken, gaat weer zaad maken. En ook dat wordt bezocht door allerlei zweefvliegjes, bijen. Nou, de onderste bladeren die kan ik nog steeds oogsten. Die smaken dan misschien wel iets bitterder als verse blaadjes. Maar ik vind dat helemaal niet erg als iets dus te hard gaat en ik eet het niet voor. Het is ook weer goed voor de natuur. Nou, hierbij waar de prieel moet komen, daar heb ik komkommers neergezet. Die hebben het heel erg moeilijk. Want de slakken die vreten gewoon het grootste gedeelte van de planten, vreten ze weg. Dus hier moet ik weer op zoek naar een aantal nieuwe komkommerplantjes om ze toch weer hier tussen te zetten. Nou, hier heb ik een randje met bonen neergezet, klimbonen, die kunnen dat rekje gaan begroeien. En hier staat wat oliehoudend zaad, hier zit mosterd tussen. En hier staat zo'n havikskruid. Dit is de exoot, zoals ecologen dat dan noemen. Want deze heeft een meer rood-oranje kleur. Het groeit in een roset, het blad. En in het wild is die dus geel. Die kun je dus in de wilde plantenboeken vinden. Maar ik vind het een hele leuke bloem. En die heb ik hier en daar dus ook in de bloemenrand ertussen gezet. De druif die hier staat, is het uiteindelijk toch gaan doen. Waarschijnlijk is die niet overal levend. Er zullen ook gedeelten zijn waar die misschien wel dood is. Maar goed, het eerste blad zit in ieder geval aan. Ik heb natuurlijk deze beplanting allemaal met kale wortels gezet. Het moest best een eind rijden voordat ik weer terug thuis was. Heb ik het wel in jute zakken gedaan die ik vochtig had gemaakt. Maar toch is dat heel kwetsbaar materiaal en moet je dat best wel snel ook in de tuin gaan zetten. Dus gelukkig, deze druif is ook tot leven gekomen. Nou, ik heb hier in de tuin een rijtje prei gezet. Ik zal er eens een opzoeken. Kijk, daar staat er een. En hier armen twee vakken met kool. Nou, dat wil ook niet zo denderend. Er zijn ook planten weggegeten. En planten die in zaad geschoten zijn, vooral de broccoli. En voor de rest wordt het niet echt nog heel erg groot. En ook overal slakkenkorrel bij, want ook dat wordt aangegeten. Dus ik heb ook een aantal planten erbij gehaald. En die heb ik er ook neergezet. Die groene kool heb ik hier tussen staan. Hier verderop staan nog wat grotere planten. Nou, hier zijn de... Zo hadden ze eigenlijk allemaal moeten zijn die ik gelijktijdig heb gezaaid. Dit zijn de spitskolen. Deze doen het beste. Die staan op een goede maat doorgegroeid en dan is het ook minder kwetsbaar voor als er nog een slak wat van af eet. Nou, omdat ik kool best wel een lastig product vind om dat goed te verbouwen, heb ik ook een andere variant. Dat wordt ook wel eeuwig moes genoemd. Dat is een vaste plant. Dat is ook een koolsoort. Dat worden uiteindelijk hele grote struiken. Die heb ik op verschillende plekken in de tuin gezet. Die heb ik hier een rijtje neergezet. En dit is ook winterhard. En de hele winter staat die struik dus op je tuin. En dan kun je dus verspreid over de planten het blad oogsten. En dat kun je dus als andere koolsoorten klaarmaken. Nou, ook deze koolsoort heeft last van het koolwitje wat zijn eitjes, wat haar eitjes daarop afzet. Dus je kunt hier ook wel rupsen op vinden, maar ik ga hier geen netten overheen zetten, want dit zijn zulke grote planten. Dan loop ik af en toe langs de planten en dan haal ik de rupsen eraf en die geef ik aan de kippen. En zo overleeft hij wel. Maar dit is dus echt een permacultuurplant.
een ouderwetse groente. En dan heb je ook wat meer zekerheid dat je ook eetbare spullen op je moestuin hebt. Met die kool is het altijd maar afwachten of het gaat doen en of het niet opgegeten wordt. Maar als je dit eenmaal in de volwassen maand in je tuin hebt staan, dan dat is gewoon een vaste plant. Die komt iedere keer weer terug. Ik loop even wat naar achter het perceel. Dan heb ik de combinatie gemaakt van de maïs met de klimbonen. Nou, je moet dan de maïs zetten. Je moet dan de klimboon gaan zaaien als de maïs ongeveer 20 centimeter hoog is. Maar sommige klimbonen die zijn al groter dan de maïs is. Dus ik ben benieuwd of de maïs de klimboon nog in gaat halen. Ja, en anders gaat die klimboon toch een beetje over de grond heen. Ik heb hier twee rijen met courgette neergezet. Nou, dit is een redelijke plant, maar nog niet echt die grote die ik graag had willen zien. En ook, je ziet toch wel in dit gedeelte van de tuin, hier is de graszoden nog niet helemaal goed afgestorven. Dat de planten daar toch wel wat hinder van hebben. Je krijgt dan zo'n gelige kleur. Dus deze plantjes willen ook niet zo heel goed. Maar ik heb wel bij de andere kant van de tuin gezien. Kan ik wel even laten zien waar ik de eerste maïs weggezet heb in een vrij vers stuk. Met deze maïs en deze bonen ging dat eerst precies hetzelfde. En nu heeft dat een gezonde kleur. Dus ik had ze misschien toch nog ietsjes dieper weg moeten zetten van die oude graszodenlaag die bezig is om te verteren. Maar nu zie je dus, nu de planten groter zijn, zijn waarschijnlijk de wortels ook dieper gereikt en zijn ze uit die laag van de grond weg. En nu gaat het goed. Dus ik houd moed voor het andere gedeelte dat dat uiteindelijk ook wel de goede laag van de bodem gaat bereiken. En dat dan ook de planten weer herstellen. Nou, hier vind ik het beter opgaan. Hier zijn de maïsplanten groter, best een heel stuk groter dan, dit is de bovenkant maïsplant. En dan ga ik zo'n eind naar beneden. En hier is pas de klimboom. Dus ook hier de combinatie. Nou, en dan zou er dus nog pompoen doorheen moeten groeien. Tussen de rijen door, maar dat heb ik niet gedaan. Want het karton was hier ook nog niet door. Dit is een monnikenkarwei geweest om deze twee rijtjes te zetten. Dus ik heb ervoor gekozen om in het overige stuk waar het karton nog niet verteerd is. Want dit is het stuk waar de snippers het laatst opgegaan zijn. Om her en der verspreid maar een pompoen weg te zetten. Nou, ik heb er nog maar één gezet. Hier zie je precies hetzelfde. Het is toch nog gelig blad. Dus ook hier is dit een reactie van de bodem die nog niet helemaal klaar is om beplant te worden. Maar ik hoop dat dit ook nog bij gaat trekken. En de volgende pompoenen die ik ga zetten, zet ik gewoon overdreven voor je gevoel wat dieper weg in de grond. Dan loop ik naar de kruising braam-framboos. Ik heb ook al verschillende vruchten geproefd. Het was mijn eerste keer. Kijk, de vruchten zijn wat langer dan een braam. En de smaak zit daar ook tussenin. Nou, deze is al rijp om geplukt te worden. Het is een frisse smaak. Ik sta hier bij de rode kruisbes. Die zijn nog niet rijp, maar je kan er wel. Er zitten wel plekjes op, dus nou beschadigd is van langslopen of dat er toch iets anders aan de hand is, weet ik niet. Ook hier heb ik die gele mosterd gezaaid. En ik heb er ook wat haver doorheen gezaaid, had ik nog over, vond ik wel leuk. Nou, ik heb hier best heel veel werk gehad om al dat hondsdraf wat hier ook groeide, dat komt waarschijnlijk vanuit de slootkant, om dat weg te krijgen. De grootste plakaten heb ik er wel uit. Maar iedere keer her en der verspreid komen nog weer nieuwe bosjes hondsdraf op. Dus dat moet ik toch nog blijven weghalen hier. En vanuit de slootkant komt natuurlijk ook steeds weer nieuwe kweekgras en ook hondsdraf weer op. Dus het pad zou ik altijd wel in de gaten moeten houden dat dat de grens is. Nou, in overleg met de buurman heb ik een stuk gras erbij gekregen, heb ik afgezet. Dan moet ik straks al het Jacobs kruiskruid, het zijn die gele bloemen die je misschien op de video ook kan zien. Die zijn giftig, die moet ik er tussenuit gaan halen.
En de lammetjes hebben nu de sloot in zijn hele breedte. Kijk, die hebben hier nu een prachtig plekje. Staat hier vol met zevenblad. Nou, dat mogen ze ook lekker opeten. Tafeltje hebben we verplaatst, dus ze hebben ook altijd een schaduwplekje. Nou, nu hoor je ze ook niet meer, ze hebben het prima naar de zin. En straks hebben ze ook zicht op de volwassen geiten die ernaast komen te lopen. Nou, hier zie je een eendje scharrelen in de eetbare bostuin. Dat gaat prima, ze laten de beplanting heel. Dan hebben ze daar een gaatje in het hek. En dan kunnen ze onderdoor weer terug naar het vijvergedeelte. Nou, ik sta hier bij de kippen. Die hebben het ook goed naar de zin. Ik heb gisteren de geitenstal uitgemest. Dat heb ik hier allemaal verdeeld. En ja, dat krabbelt ze lekker ondersteboven. Ze zoeken er eten tussenuit. En zij zorgen ervoor dat dit uiteindelijk een hele laag compost wordt die ik weer op de tuin kan verdelen. Dit is een stukje nieuwe bloembak wat we beplant hebben. Hier staat de tomatillo. Het gaat heel goed de lucht in. Kan ik straks ook, als het seizoen verder is, laten zien hoe die tomatillo groeit. Dat is heel grappig. Dat vruchtje zit in een soort lampionnetje. Nou, hier hebben we ook wat dingetjes gezaaid. En wat bloemetjes erin gezet. Er staat nog een brandnetel tussen. Dit is de Marokkaanse munt. Al mijn andere muntzaaisels, er is allemaal niks van terecht gekomen. Dus ook munt moet ik weer stekjes van gaan opzoeken. Ik heb ze hiervoor bijna naast elkaar staan. Hier zie je de witlof. Dan zie je her en der verspreid op de stengel zie je zo'n rosetje van bladeren. En uiteindelijk komt dat mooie blauwe bloempje eraan. En de rode biet in bloei. Die krijgt echt van die aren, zeg maar. En dat doet snijbiet ook. En hier kun je nog een gedeelte van de rode biet zien. Die kun je natuurlijk niet meer eten, want die is keihard. Maar het zaad kunnen we wel weer gebruiken straks. Dit is ook nog wel leuk om te zien. Dit is een doorgeschoten wortel. Kijk, kan het blad kan je het wel herkennen. Dan zegt dat worteltjesblad. En die heb ik dus ook een jaar laten staan. Gewoon een worteltje vergeten te oogsten. En die is dus nu ook de lucht ingegaan. Een soort schermbloemige bloem. Dus dit kan ik ook weer laten gaan en als zaad verzamelen. Even nog een klein stukje laten zien van naast het huis. Het is maar een heel smal strookje, maar die heb ik ook beplant met vaste bloeiende planten die we bij aantrekken. Er staat ook een Japanse wijnbes die de gevel ook gaat begroeien. Nou, dan loop ik nog even naar de voortuin. Daar heb ik inmiddels wat dingen gezaaid die opgekomen zijn en een deel vaste beplanting gezet die ik over had van de zijkant. Hier staat de phacelia al in bloei. Dat is echt een bijenplant. En ook de zure kers begint te kleuren. Ik zal er eens een proeven. Nou, ik vind het wel meevallen dat hij heel zuur smaakt. Nou, het is wel al een leuk gezicht, de bloembakken. Mijn batterij is bijna leeg, dus ik ga weer afscheid nemen van jullie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe de tuin eruit ziet in juni. Bedankt voor het kijken, misschien weer tot de volgende keer. Tot ziens!